De missie van Revit is om de overstap naar de motor zo klein mogelijk te maken. En dat is met de Revit Bizon zeker gelukt. Ik ben Mark van Motor Kledingcenter TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Revit Bizon, beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Revit Bizon borduurt verder op de Revit Tracer en dat is een soort spijkerjasje wat je op de motor kan dragen. En wat ze bij de Bizon hebben gedaan is ze hebben er een houttakkersprint aan toegevoegd en hij is waterdicht gemaakt. Nou, deze jas is dus heel erg goed te dragen bij de ritjes in en rondom de stad, dus echt de urban-achtige motoren. Naked bike, tourmotor, maar echt het stadse gebruik, daar zul je deze jas heel veel tegenkomen. Doordat hij is voorzien van een waterdicht en ademend membraan, wat ervoor zorgt dat er geen water door de jas heen kan, maar dat je vocht en je transpiratie wel vanuit de binnenkant die jas kan verlaten, is deze jas heel erg goed geschikt voor gebruik in het seizoen en ook in het voor- en in het na-seizoen. Dus noemen we eigenlijk mid-season. Wil je hem richting de koudere dagen dragen, zou je eventueel een windstoppertje of nog een vestje eronder kunnen dragen, zodat je ook nog dan door kunt rijden. Hij is gemaakt van een Cordura denim en Cordura denim wil eigenlijk zeggen dat er een spijkervezel is verwoven met een polyestervezel en dat polyester dat is slijtvast en daarom ontstaat er gewoon een volledig slijtvaste spijkerlaag. Dus die hele jas is gewoon volledig slijtvast en hoef je er geen zorgen te maken over de veiligheid. Daarnaast is deze jas ook nog voorzien op de schouders en de ellebogen van een power shield. En een power shield is een extra slijtvast materiaal. Het is ook een textiel en dat zijn heel veel lusjes die over elkaar heen vallen als je, mocht je onderuit gaan en daardoor echt een extreem slijtvaste laag creëren die zelfs nog sterker is dan leer. Nou, daaronder zitten dan C-Smart protectoren. Dat zijn nieuwe protectoren van Revit die we ook al in de jeans terugzagen. En dat is een hele dunne protector die door de ruimte die ertussen zit alle kanten op kan bewegen. En waardoor je hem niet voelt en ook gewoon niet ziet zitten. Maar mocht je hem nodig hebben, dan zit hij er wel. En let op, hij is absoluut niet minder veilig dan een normale protector. Want hij is gewoon volledig CE gekeurd. Nou, die zit dus op de schouders en de ellebogen. En op de schouders is hij dan helemaal voorgevormd en beschermt je hele schouderpartij. Op de rug hebben we ook nog de mogelijkheid om deze jas te upgraden met een C-Soft level 2 gekeurde back protector. Aan de binnenkant zit de klittenbandstrook, die maak je open. Staat trouwens ook precies op welke protector je nodig hebt en je schuift hem er zo in. Ben je voor altijd op je rug beschermd en hoef je niet iedere keer een losse rugprotector te dragen. We zien hier nog twee ventilatieuitlaatjes. Dus de lucht die aan de voorzijde naar binnen komt, kan er zo aan de achterzijde uit. En hij wordt wat langer aan de achterkant, zodat je geen blote onderrug krijgt. Nou, jullie zien dat we hem hebben gecombineerd met een jeans. Dat is ook hoe die het vaakst gedragen zal worden. Echt een hele casual outfit. Zeker met stoere motorlaarzen eronder kun je zo prima van A naar B rijden. Zonder dat als je er aankomt iemand ziet dat jij net van de motor bent afgestapt. Aan de voorkant borstzakjes. Ja, geen verrassing bij een spijkerjas. Dus qua design en qua ontwerp lijkt het daar gewoon heel erg op. En aan de voorzijde zien we dat we aan de bovenkant eerst het knoopje los moeten maken voordat we de jas verder open kunnen trekken. En dan zien we dat er een hele grote stevige rits achter de knoopjes zit. Die ervoor zorgt dat mocht je onderuit gaan, dat de jas ook niet uit zichzelf open kan. Dus de rits is vaak het zwakste punt, maar dat hebben ze op die manier opgelost. Daarachter zien we de rits. En aan de binnenkant zien we dat die is afgewerkt met een voering die vocht afvoert van je lijf. En die ervoor zorgt dat het vocht aan de binnenkant ook sneller verdampt. En dus minder snel een heet of klammend gevoel hebt. Nou, daardoor kan je deze jas ook richting de zomer prima dragen. Maar boven de 25, 30 graden zal het wellicht net iets te heet worden. We zien hier een grote steekzak aan de binnenkant. En achter de voorste rits een water- en een windgoot. Zorgt dat ook de rits volledig waterdicht is. En dan hier ook weer de nette voering die ervoor zorgt dat je deze jas gewoon heel erg prettig kan dragen. Justin is 1,83 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt van de Bizon de maat large. Nou, je ziet dat hij hem gewoon over een shirtje aan heeft. Hij zou er zelfs nog een dun truitje nu onderaan kunnen. Dat is prima, dus deze maat zou voor hem perfect zijn. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motor Kledingcenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor de ideale maat motorjas is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motor Kledingcenter TV en bedankt voor het kijken.